Maar als ik snel reken, denk ik dat jij toch al gauw 1 miljoen of 10 per jaar kan verdienen. 10, 12. Dat zou kunnen als ik niet zoveel geld zou uitgeven. Nou, aan de huisvesting valt het nog wel mee, zo te zien. Want je woont gewoon nog in een rijtjeshuis in Spijkenissen. Ik heb een mooie hoekhuis in Spijkenissen dat ik 3 jaar geleden heb gekocht. En ja, daar kom ik. Nou, nu is het meestal vakantie als ik erheen ga, zeg maar. Maar het is wel, het is genoeg. Ik hoef niet een super vet huis te hebben. Uiteindelijk word ik wakker in een slaapkamer en ga ik douchen. Ga ik in mijn bed liggen en ga ik op mijn laptop werken of een filmpje kijken. Maar uiteindelijk doe je alles vanuit één kamer. Het is niet zoals ik 's ochtends wakker word onder de douche en ga ik in mijn woonkamer zitten. Hey, in mijn eentje. Nee, want vrouw, kinderen en een hond, dat heb je nog niet. Nee, wel één heel lief kindje. Oké. Okay. Dat wist je toch? Nee, dat wist ik niet. Wist je niet dat een kind had? Nee. Zo. Maar jij wel, dat lijkt me al sowieso. Ja, nee. Nou, dat kostte ook even wat tijd. Maar juist. Ja. Nee, ik heb een hele mooie dochter. Ik zou heel graag nu de foto cueën. Ik weet niet of we die hebben. Maar dan, sorry hoor, nog één vraag daarover. Als je een dochter hebt, hoe oud is je dochter? 7 maanden. Gaat zij met jou mee een beetje af en toe? Nee, nog niet. Dat gaat nog even duren. Oké. Okay.